En er is nog steeds grote belangstelling voor Suriname op de vakantiebeurs in Utrecht. Op de beurs wordt onder meer verteld over het plantage Fietspad, dat vandaag een onderdeel is van een live uitzending op Barbados. Met die presentatie willen Surinaamse bedrijven geld binnenhalen om onder meer toerisme in Noord-Kommewijnen een boost te geven. Verslaggever Sam Jones peilde de belangstelling op de vakantiebeurs in Utrecht. Waar zijn toeristen eigenlijk naar op zoek in Suriname? Avontuur en ja, wel af en toe wat luxe. Het hoeft niet overal super comfort te zijn hoor, maar het is wel... Het is ook wel fijn om af en toe gewoon even lekker tot rust te komen. Dat je dan een actieve dag hebt gehad en dat je dan gewoon de volgende dag gewoon even lekker rustig aan kan doen. Hebben jullie al geboekt? Nee, nog niks. Ik ga maar gauw doen, want... Voor je het weet, het land gaat niet zomaar weg, hè. En gelijk hebben ze. Suriname is helemaal in de picture, vooral bij Nederlandse jongeren. Ook Surinaamse jongeren in Nederland zijn geïnteresseerd in hun moederland en boeken kan gelijk op de vakantiebeurs. Bijvoorbeeld bij Suriname Airways. 3 tickets halen, 2 betalen. Met wie gaan jullie naar Suriname? Met mijn ouders en mijn broer. Vakantie? Ja. Ben je al vaker geweest? Nee, eerste keer word ik. Spannend. Zeker. En wat ga je verder doen in Suriname? Wandelen, rondkijken, dat meer. Ga je nog binnenland in de toeristen uithangen? Denk het wel. Hoeveel kosten ze dan, die tickets? Zoals u hier ziet, het kost 3 tickets voor €1.604 inclusief all-in. En ik krijg een extra koffer. Dus je hebt 4 koffers, met 3 of 4 koffers. Wat je meer hebben. Toch? Heerlijk is dat, heel mooi, prachtig. Maar ook opvallend veel Nederlandse ouderen zijn nieuwsgierig naar Suriname. Deze meneer bijvoorbeeld is nooit geweest. Maar wil sowieso met vakantie. Als ik in Amsterdam ben, dan zoek ik altijd een Surinaamse wijk op. In Nederland maakt hij dus kennis met Suriname. Surinamers zijn heel gastvrij volgens mij. Maar waar eigenlijk uw belangstelling voor Suriname? Waarom wilt u daar naartoe als toerist? Ja, het is een stukje Nederland, toch? Ja. En dat moet je ook zien? Gewoon nieuwsgierigheid, ja. Ja. Nou, veel plezier. Dankjewel. En dan het plantagepad. Marcia Mormon van plantage Bakkie, Barapakreek, is ook op de vakantiebeurs in Utrecht. Wat doe je met de fiets hier, Marcia? Ik ben alvast aan het oefenen om te kijken als ik straks naar Bakkie kan fietsen. Zometeen willen we dus dat het fietspad waarmaken die langs de plantages loopt. En nou ja, nu stopt het ongeveer tot Vreemds door, dus dan willen wij zodat die combinatie maken dat je dan straks langs al die plantages door kan fietsen en het eindpunt Bakkie. We gaan over 10 dagen naar Suriname toe, dus vandaar even voorproeven. Je kan er ook goed fietsen, het plantagepad, van de ene plantage naar de andere. Lijkt dat u wat? Ja, wij zijn fietsers, hè? Alleen we hebben thuis een fiets met ondersteuning. Ken je dat? Zo'n elektrische? Ja. Goed hoor. Nou, ik denk dat we er ook voor zullen zorgen dat er een elektrische fietsje zal zijn. Het zou natuurlijk heel mooi zijn als ze zelf kunnen fietsen. Of als het voor toeristen is, zou ik dat zeker doen, ja. Mijn ouders fietsen ook allebei elektrisch en zeker als ze weer daar moeten fietsen, denk ik dat het lastig is als ze weer normaal moeten fietsen. Er komt binnenkort een plantagepad, dan kan je in Kommewijnen fietsen van de ene plantage naar de andere. Van Frederiksdorp helemaal naar Bakkie. Okay. Lijkt je dat wat? Ja, toch wel. Ja, ja, ja. Surinamers houden toch niet van fietsen? Nee, maar daarom was ik even aan het twijfelen. Wat zal ik jou of nee zeggen? Ik denk aan die hitte. Ja. Ja, maar ik zou het wel willen proberen. Ik ben een plantageman. Ik kom eigenlijk wij zijn bosland, kijk, weet je. Dus ik ben die dingen gewend. Dus... Je trap af iets? Ja, tuurlijk. Ja. Veel mensen sparen voor vakantie naar Suriname. Ze gaan uit in de stad of in het district, de plantage. En ze hebben een aardige duit over om trips naar het binnenland te maken. Jammer genoeg wordt vanuit Suriname minder geïnvesteerd in toerisme. Althans door de overheid. Enkele toeristische organisaties ontbreken dit jaar. Je ziet ook wel een enkele nieuweling. Maar gelukkig is er wel de overkoepelende particuliere organisatie Sjate. Directeur Sinfra Zaandam. We merken dat de deelnemers geven aan dat ze het wel druk hebben gehad. Maar ik denk op de hele beurs vonden we ook dat het een beetje rustiger is vergeleken met vorig jaar. Hopelijk wordt het wat drukker einde van de dag. Maar ik ben wel heel blij om te horen bij de deelnemers dat ze het wel druk hebben gehad de afgelopen dagen. Jullie zijn een organisatie van ondernemingen. De overheid die laat het een beetje afweten. Hè? Althans, ja, die stichting Toerisme Suriname krijgt amper geld.
je moet het nu helemaal alleen doen, wat jullie eigenlijk al deden. Dat is correct. We hebben, net als vorig jaar, hebben we ondersteuning ook gehad vanuit de sector. Wat voor perspectieven heb je nog als organisatie die zich bezighoudt met toerisme? Nou, we zijn heel erg hoopvol. We hebben sowieso voor 2018 hebben we heel veel gepland wat we nog willen doen. We natuurlijk weten we dat het niet zo goed gaat economisch in Suriname, maar qua plannen. We blijven lobbyen dat de toerismewet komt, we blijven lobbyen dat er gewoon meer structuur komt binnen de sector. Maar vanuit onze organisatie willen we natuurlijk blijven groeien. We gaan ook veel meer doen aan trainingen komend jaar. We zijn ook van plan een culinaire route te ontwikkelen voor Paramaribo. Dus desondanks, de sector gaat gewoon door. En wij gaan er gewoon voor zorgen dat we make the best of de situatie op dit moment in Suriname. Een verslag van de vakantiebeurs in Utrecht van Sam Jones. 5 Surinaamse tour operators en Suriname Airways zullen ook aanwezig zijn op de vakantiesalon die van 25 tot en met 28 januari in Antwerpen wordt gehouden.